Ja. Dit is echt verschrikkelijk. Ik schaam mij voor de... Laat ik er geen grapjes over maken. Dit is de derde of vierde keer dat ik de intro ga doen van dit prachtige werk. Dit moet iedereen lezen. Het is zo mooi. En de vorige intro's, daar ging ik gewoon buiten mijn boekje. Dat geef ik eerlijk toe. Dan word ik gewoon boos. En dat mag je natuurlijk niet doen, want je moet je woede binnen houden. Zoals Friedrich Nietzsche, dat was ook een christen, zo zie ik dat. Dat mag ik, dat is mijn persoonlijke mening van vrijheidsuitingen. Die zag dat ook zo. Een geile kleuter. Op zijn Engels, a horny toddler. En wat je hieronder ziet, dat is een foto, die heb ik gescoopt op het internet. En daar zie je een jongetje met een teddybeer. En die teddybeer is iets kleiner, maar wel groot, dan dat jongetje. Dat Mel wel groot, komma. Ik lees het maar even voor. Dit gaat over traumaverwerking. Mijn traumaverwerking. En als jullie mijn traumaverwerking tot je nemen, kan je misschien ook je eigen Amsterdams. Ik ken heel veel talen, man. Ken jij het boek? Nee. Boekhandelingen is dat je alle talen praat. En er is maar één taal, en dat is de taal van onze Heer. Ik lees het voor. Dit is Nederlands en hier staat een typfout in. En daarvoor bied ik mijn excuses aan. Ik weet niet zo. Ik kan dit repareren. En het kost mij een uur of zo. Ik lees jullie gewoon voor en ik wijs je op de typfout. En ik laat, denk ik, die typfout er gewoon in staan. Want dan weten jullie van het begrip typfouten. Niet goed schrijven. Ik heb hier een boek in mijn kast. Dat is van Idiot Khan. Nee, dat is die andere. Dat is Persisch. En die Persen waren ook zo dom nog niet. En die Persen die wisten dat wat geschreven is, dat is dat wat blijft. Nou, dit is geschreven met een typfout, maar dat mag. Dit is alleen maar de intro. De echte lol, die komt zo dadelijk nog. Dan ga ik het hebben over Joden en Joris Demmink. Kijk, hier in Arnhem, hè? Laat ik te biecht gaan. Hè? Ik woon niet meer in hetzelfde huis als de biomo van mijn kind. En een biomo, dat is nieuw, een newspeak. Een biomo, je hebt ook een mo. Hè? Dat is gewoon een, die heeft jou gebaard en die probeert voor jou te zorgen. Dat is een mo. En heb je een socio-mo? Nou, die heeft jou niet gebaard, maar die doet wel die mo. Hè? En je hebt gewoon de bio-mo. En dan ben je alleen maar uit die persoon haar opening gekomen. En dat is dan jouw bio-mo. Biologische moeder. Ik ga het gewoon voorlezen. Dat is ook goed voor mijzelf. Dit is voor mij mijn traumaverwerking.
Ik ben als het ware in Auschwitz geweest. En dat levert een trauma op. Nou, mijn voornaam is Perry. Eigenlijk heet ik Terry, maar dat mocht niet. Dus daarom heet ik Perry. En mijn achternaam is Winkel. En dat is een Duitse naam. Winkel. Mijn Nederlandse naam is Perry van der Hoek. Captain Hoek. Want ik ben bij de Jezuïeten op school geweest. Snap je dat? Ik heb Jezuïtisch onderwijs gehad. Ik ben vernederd. Vernederd, man. En er is zo'n grote vrouw die tegen me zei van... Ja, snap je wel dat jij slechts leerling bent en ik ben hier de leraar, hè? En ik dacht, oké. Maar in die tijd mocht je op de Jezuïte Universiteit gewoon tabak roken. Nou ja, dus dan neem je alles voor genoegen aan. Ik lees gewoon voor, ik wil het niet te lang maken. Het begint dus hiermee, een geile kleuter. Die gejatte foto, dat ik het allemaal goed in beeld haal. Dat is een jongetje, dat zie je wel. Hè? En die teddybeer, dat is niet toevallig gekozen natuurlijk. Hè? Het is wel toevallig op mijn pad gebracht. Dat zal je zo dadelijk horen. Maar als je Eyes Wide Shut gaat kijken van Stanley Kubrick, dan zie je op het einde van de film allemaal teddyberen, een klein meisje en hoe heet ze nou alweer? En die zegt tegen Tom Cruise, die naam ken ik dan wel, heel snel uit mijn hoofd, en waarom weet ik dan ook niet. Maar die naam van die vrouw, die zit ergens in een, ik weet niet in wat voor een kastje dat zit, maar dan kan ik niet meer bij die naam van die vrouw. Het is ook een klein vrouwtje met blond haar. En ze ging toen urineren. En Stanley Kubrick die filmde dat. En Tom Cruise die was... Ik weet weer hoe ze heet. Snap je? Zo makkelijk gaat dat. Dat was die scène dat zij stoned werd. En ze trok haar mooie jurk omhoog. En dan ging ze gewoon urineren. En in principe ruikt dat alleen maar lekker. Voor de heteroseksuelen dan. De homo's die houden van mannenurine. Van s'morgens vroeg van die mannenurine over je heen. En ik vind zelf, ja, ik vind het gewoon stinken. Maar die homo's vinden dat weer lekker. Nicole Kidman. Die film. Ogen wijd gesloten. Dus neem volop waar en zie niets. Nou, als zij dit mogen. En de Zwitser, die komt hier uit Zwitserland. Trouwens. Dat zou zomaar kunnen hoor. Nou, zij mogen het allemaal. Nou, dan mag ik ook buiten de lijntjes gaan kleuren. In de zin van als je met ecoline gaat verven, heb je geen andere keuze dan buiten de lijntjes te kleuren. Want die ecoline, dat is heel waterig en dat moet mooi uitstromen. En het is altijd buiten de lijntjes. Met je potlood zet je de tekening en met de ecoline kleur je het in. Nou, dan mag ik toch ook. Met een gestolen foto van google.nl. Ja, en wie weet mij te vinden. Want ik ben heel slim namelijk, hè. Ik ben niet gek, jongen. Dit ding is al helemaal gedownsized qua JPEGs. En zo dadelijk ga ik de hele movie handbreken. Ik had het er nu niet bij. Dat zou ik nu kunnen doen. Maar dat verpeste uitzending. Die ga ik handbreken. Gewoon downsize tot 20 MB. En zij hebben niet in de gaten wat ik zeg. Want ik ben mad as hell. And I am not going to take it anymore.
Ik ben bezig om mijn weg omhoog te vinden. En volgens mij is het het beste idee dat ik een leger opricht van liefhebbenden. Maar allemaal mensen die snappen van, er zijn dingen die hoef je niet te pikken. En dan kan je wel lekker om lachen. En lach ze uit. Ik praat alleen tegen de christenen onder jullie. Of degene die net als de Mohammedanen respect hebben voor christenen. Er zijn trouwens ook heel veel boeddhisten die respect hebben voor christenen. En dat zijn ook onze broeders en zusters. En voor de rest is het allemaal één. Er zijn Confucianisten, die hebben respect voor ons christenen. Er zijn Taoïsten, die hebben respect voor ons christenen. Er zijn Theosofen, die hebben respect voor ons christenen. En al die mensen moeten wij accepteren als broeders en zusters. Dat is onze opdracht. Gewoon, net zoals dat in de Koran staat. Je moet zijn als een zalm. Bestudeer dat. Ga gewoon tijdens suikerfeest. Dan ga je gewoon naar je Mohammedaanse buren met Cointreau. Dan zeg je, dat is ook een beerde vol suiker. Of van die, dat heet dessert wijn. Ja, vroeger kon je dat gewoon kopen hier in Nederland. Maar gewoon die hele zoete, lekkere, heerlijke wijn, man. Bersen vol met suiker. En dan maak kennis met die mensen. En vraag ze dan, waar staat het in de Koran? En dan geef je ze maar een Jägermeister. Of een, weet ik wel wat. En dan hou je er een of andere mooie voordracht bij van, ik heb dat ook gedaan met Mohammedan hoor. Van, ja, dit bier is, dat is gebrouwen. En dat was ook echt waar, door Jezuïeten. Katholiek bier. Van die abdij, achter de muren wordt gebrouwen. Wat denk je dat die katholieken al die tijd deden? Waar ze de pond mee verdienden. Ja, bier brouwen natuurlijk. Het is al simpel. Ja, dit wordt leuk. Dit is een leuk intro. Ik ga zo dadelijk. Dit gaat dus richting Joris Demmink. En dan ga je echt totaal uit je dak, man. Zo cool dit. Dit is een werk enkel voor de, hoe heet het ook weer? De armen van geest. De open-minded. Als je dit werk gaat bestuderen met een vooringevoel, een bias, een vooringenomenheid, ja, dan ga je down. Ik heb een vriend, dat heb ik gelukkig gisteren nog gezien. Ben, uit Engeland, Ben Craft, Ben Leermeester, de crafter. En die, nee, zegt hij, dit is te ingewikkeld Nederlands. Nou, dit werk ga ik Ben Craft opnieuw onder zijn neus duwen. En hij gaat me gewoon leren hoe Nederlands in elkaar zit en niet te bang zijn. Want Nederlands is een fulmineuze taal. In het Engels of Duits. In het Duits is het Ausweisbieten. Ja, come on. We zeggen gewoon rijbewijs. En Nederlands is korter dan Duits. Het is gewoon knock-knock. Rijbewijs. Het is gewoon rijbewijs, vraagteken. Niet rijbewijs, alstublieft. Ben jij toch gek? En die beleefdheid van die Duitsers met hun beleefde taal, nou, dat is ze mooi bekomen, hè? Om zo beleefd te zijn. Van Ausweisbieter. Je wil alleen maar weten of iemand een rijbewijs heeft. Je kan ook mooier zeggen. Dan ga je een gesprek aan. En dan zeg je tegen die bestuurder, die dus conform een of ander contract, dan mag die over die weg rijden. En je vraagt gewoon netjes aan die man of vrouw, goedendag, mag ik de papieren zien? Ik ben
van de tijdelijke controle. Ja. En dan kijken wat er van komt. Auschwitz bieten. Het is te beleefd en te kort af. Prent het in je oren. Onthoud dat. Dat taal. Er is een drie-eenheid in taal. Dit wordt een mooie filosofische uitzending. Je hebt het woord. Dat is een lettervolgorde. Waarbij je ook een woord als Hammurabi en Abrahim. Dus Hammurabi en Abrahim. Dat zijn dezelfde. In die zin dat ze één ding uitdrukken. Die letters zijn alleen maar verwisseld. Het is H, B, R, M. En rammel. Je hoort hem al. Hammurabin, Abrahim. Dat is het woord. Dan heb je de betekenis daarvan. De intentie van het woord. De inwendigheid. Nou, voor ons is Abraham, geheel verhaal overhouden, dat is een, Jörg Gliesman vertelt dat heel erg schoon. Abraham was in feite het verhaal van Abraham, zoals het in de consensus staat, onze Bijbel staat. Dat was een voorkonde, zo zou het komen. Want wat Abraham niet hoefde te doen, was wat God, onze Vader, wel zou doen. Zo zit de Bijbel in elkaar. En nu ga ik afsluiten door gewoon de verantwoording voor te lezen. En dit is allemaal waarheid. En ook is het waar dat er een typfout in staat. Daar ga ik ook heel even bij stilstaan, waar die zit. Of hebben jullie inmiddels al de typfout gezien? Is dat nog mooier? Corrigeer mij. Ik ben liever omringd door mensen die taal beheersen, dan door mensen die de taal moeten uiten middels hun vuisten of atoombommen, vaccinaties. Algemene haat aan mensen en ik doe idioot. Hou rekening met mij. Die mensen zijn mijn vijanden. En ik heb ze lief. Ik weet dat Jezus dat bedoelt. Ik weet dat Jezus heel... Ik weet dat Jezus gelijk sprak. Hij sprak conform. Dat is mijn geloof. Als ik Jezus op mijn 12e niet had gelezen, dan had ik nu, misschien dat ik nu dood was, hè? Maar ik had een aantal van jullie echt omgelegd, echt vernietigd. Ik was helemaal losgegaan. En Jezus heeft mij in bedwang gehouden. Die heeft tegen mij gezegd: moel houden, mijn kindje. Romeinen 12 vers 19. De wrake is mij. Dat weet ik vanaf mijn 12e. Ik ben een vroege leerling namelijk. En mijn sterrenbeeld is maagd. En mijn dochter is geboren op 21 december 1999. En die werd 13. Het getal van de vrijmetselaars. Die werd 13 op 21 december 2012. En Red Ice Creations en Jeff Renzi allemaal lopen brullen over die numerieke toevalligheid. Het is wel zo. Het is gewoon waar. En de voorletters van mijn dochter zijn N-E-W Winkel. Winkel. Ik ben trots op mijn dochter. Dat is een betrouwbaar iemand.
Met haar kan ik zaken doen. Zij begrijpt dat ze bij mij een loophole heeft. Zij mag crashen wanneer ze wil. De deals zijn inmiddels wel van, ja, kost geld of een beetje de afwas doen. Ja. Het gasfornuis moet nog schoongemaakt worden. Iemand mag dat doen en ben ik mijn eigen werkster. Dat is de verhouding tot mijn dochter. En die is heel erg plezierig. Zij snapt de grap. Zij snapt, en dat vind ik ook heel mooi, dat mijn dochter meer begrip heeft voor haar biomo dan ik. Want mijn dochter is slimmer dan ik. Dat verwacht ik ook van mijn dochter. Dat zij mij de les leest. Dat wil ik horen. Want ik wil in veiligheid afscheid kunnen nemen van deze puinzooi. Er moet toch minimaal iemand achterblijven die nog tegen een ander kan zeggen van... Shh. Toch? Of moet je allemaal van die lawaai-schoppers hebben? Dat wil ik gewoon niet. Ik wil dat er minimaal eentje rustig is. Haar vriend komt op mij rustig over. Ik heb hier een replica van een Walter P22. Dat is gewoon een airsoft gun. Daar kan je iemand oogletsel mee toe brengen. En je kan ook je eigen oogletsel toebrengen. Want die schietbaan die ik hier heb, ja, als je misschiet, dan komt dat balletje mooi terug en het kan ricochetten. Het kan gewoon via de kachel. En als het in je oog komt, ja, dan ben je mooi de bok. Dus het is gewoon helemaal ontspannen, totale yoga. En heel voorzichtig die trigger. En die is bij mij heel zwaar. Het is een speelgoedapparaat. Maar er komt wel een knal uit, hoor. Dus het is gewoon, je ziet hem en hoppakee. En niet te lang wachten, want dan wordt je arm wat moe. Of je gaat met twee handen. Maar het mooiste is met één hand. Gewoon één hand in de zij, net als Napoleon Bonaparte of zo. Als echte heerser. Eén hand, je linker, als je rechts bent, je linkerhand in je zij. En dan je rechterhand gewoon totaal stil. En dan voel je je hartslag. Dan zie je je hartslag. Dan zie je een beat. 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 Beat it. Beat it. Beat it. Check. En dan raakt het. En als je misschiet, ja, dan kom je tegen het raam aan. Of, ja, en dan ricocheert hij terug. Het is gewoon shoot. En als dat balletje uit de loop weg is, onmiddellijk je ogen dicht. En dan weet je op het oor. En dan doe je je ogen open. En dan weet je of dat plastic bekertje down gegaan is. Je hebt helemaal geen veiligheidsbril nodig. Dat is wat ik wilde zeggen. En dit is traumaverwerking. En het wordt ontzettend leuk. Verantwoording. In 2008 heeft de moeder van mijn dochter vrijwillig een abortus ondergaan. Liever had ik voor, en daar zit het typfout, liever had ik voor mijn 8-jarige kind een broertje of zusje gehad. De advocaat die de moeder van mijn dochter had uitgezocht om haar scheidingsopbrengst te maximaliseren, beet mij toe dat het slechts ging om een foetus en verbood me het voorval aan mijn dochter te melden voordat mijn dochter 21 zou zijn. Het lef om door te drukken dat die verordening in het scheidingscontract opgenomen zou worden, had ze niet. In 2015
heeft mijn dochter. Ze is goed in taal. Dit essay doorgenomen op fouten. Het woord abortus komt er nauwelijks in voor. En ze vond enkele passages humoristisch of mooi geschreven. De afbeelding boven is per toeval gevonden op de site www.google.nl, you know it, met als trefwoord Zwitserland. Ik ga ervan uit dat het gaat om een oude advertentiefoto. De kwaliteit van de JPEG is extra teruggebracht. Ook valt de naam Joris Demmink. Dit is naar aanleiding van de mededeling indertijds over het, en hier komt een quotering, dit is ongeveer een veralgemenisering. Dit is het gebruik van de enkele quote. De veralgemenisering is niet altijd vragen hoe oud jonge prostituees zijn. Soms, ik schakel even over, de quotering is voorbij. Hier wordt gezegd, niet altijd. Dat betekent soms. Soms vragen hoe oud jonge prostituees zijn. Soms doe je dat. Dus als jij de volgende keer wordt aangehouden of je krijgt een accept giro van je reed 217 waar je 100 mag rijden, dan moet je gewoon een brief schrijven en eerlijk opbiechten van ik ben net zo moreel als Joris Demmink, de secretaris-generaal van Justitie. Net zo moreel ben ik. Mijn goede daden die houden zich in evenwicht met de andere daden. De misschien niet goede daden. En ik ga niet altijd kijken op mijn snelheidsmeter hoe hard ik rij. Dat mag je van mij niet verwachten. Hoor je dit? Joris Demmink heeft echt laten zijn. Nu ga ik hem wel eventjes. Ik doe het toch. Kijken of ik hem kan vinden. Dat kost je wel eventjes, maar dan weet je wel waar ik het over heb. Sorry. Deze. Daar zat er altijd, die audio zat erin. Kijk, hier komt hij. Wacht eventjes, even kijken of die audio klopt. Wauw. In de gesprekken met Panorama en Gaykrant, achter gesloten deuren afgelopen week, heeft hij toegegeven dat hij seks heeft gehad met jonge homo's. En dat hij niet altijd vroeg. Oh, nou valt mijn internet uit. Maar nu hoor je het. Hè? Nog een keer? Ik zal even die dingetje omschakelen. Het is zo veel tot. Nee, ik doe het anders. Wat heb je? Niet helemaal. Ja, precies. Zo gaat het ook. En een hele hoop gerommel. Doe ik nog een keer. In de gesprekken met Panorama en Gaykrant, achter gesloten deuren afgelopen week, heeft hij toegegeven dat hij seks heeft gehad met jonge homo's. En dat hij niet altijd vroeg hoe oud ze waren. Ja, ik pak weer even de microfoon bij. Dus. Nu hoor je het. Jij mag dus bij deze elke wet die afkomstig is van deze organisatie, die dit gedrag gewoon via de NOS of NPS of de NPO, dit wordt gewoon verkondigd. Wat mag jij dan wel niet? Vecht jezelf vrij. En ik doe dat door vervelend te gaan lopen doen.
over de abortus van mijn kind. Maar dat vond ik gewoon echt vervelend. Snap je? Ik vond het helemaal niet leuk. Om die moeder... ze dacht, ik ga naar Den Haag. En het kost allemaal niks. Was ook zo. Het kostte hooguit €20. En wat hou je eraan over? Ik moet gaan stoppen. Dit was de intro voor een geile kleuter. Mijn meest controversiële werk tot nu toe geschreven. In 2015 zijn de fouten eruit gehaald. En dit lees ik op in 2017. Eat this, my lovely mofos. Om het maar op zijn Adam Curie's te zeggen. Want dat wisten jullie niet. Maar ik hou ontzettend veel van curry. En ook van Adam Curie natuurlijk. Geen agenda, mijn lieve kinderen. Tot de eerste uitzending. En die staat al klaar. Dus je hebt heel lang geluisterd naar de intro. En nu... Tan. Komt een mitrailleur voor, hè? Dan gaan we het al hebben over uitzendingen van 15 minuten hooguit. Tan. Dus spreid dit door aan uw vrienden en vriendinnen. En dan gaan we echt lachen, jongen. En dan gaan we tot leven komen. Want dat is de boodschap. Ja, er is er maar één die het leven is. En dat is tevens degene die de weg is. En dat is tevens degene die de waarheid is. Dat heeft Christus Jezus gezegd. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En jullie weten al dat ik niet van Frans hou. Net als Jurk Liesman moeten wij daar een beetje, Jurk Liesman kan betere grappen maken over het Franstalig taalgebruik dan ik. En er is één ding wat ik die Franse naam moet geven. Op zijn Frans luidt het: je suis le chemin. La vérité. Et la vie. Het klinkt een beetje meer als wat die Mohammedanen ook doen met la ilaha illallah. Je suis le chemin. La vérité. Et la vie. Het klinkt gewoon... Ik vind het mooi klinken. Dit was een hele mooie intro. Ik denk dat deze nog wel gelukt is, want die andere drie heb ik weggegooid. Ja, die waren te slecht. Maar ik heb nou niet gevloekt. Ik heb geen vieze woorden gebruikt. Ik ben niet uit mijn dak gegaan. Vergeving is het eerste wereldwonder. Dank jullie wel dat jullie naar mijn christelijke boodschap hebben geluisterd.